Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video van Incidentenbestrijders. In deze video kun je zien dat de collega's zijn opgeroepen voor een defecte ICE. Dat is een internationale trein die defect staat bij Zevenaar. Omdat het een internationale trein betreft, gaat het je in deze video misschien opvallen dat er af en toe in een andere taal gecommuniceerd wordt. In dit geval is de trein van een Duitse vervoerder. Hallo, zou je misschien deze deuren open kunnen maken voor mij? Hallo. Hallo. Die evacuatietrap. Ja. Zullen we die even met z'n tweeën pakken? Er komt een evacuatietrein aan. Denken jullie Nederlands? Oké, er komt een trein aan. Die komt er elk ogenblik aan. Dus als jullie vast je spullen vast willen pakken, dan gaan jullie zo naar een andere trein. Johan, voor iedereen. Evacuatietrein komt eraan. Kunnen jullie opvangen? Ik ga hier even de trein spullen pakken. Kom zo bij jullie terug. Hallo. Hoi. Ja, ik begrijp je, Johan. Ja, ik begrijp dat. Ja? Geht einer mit den Evakuierungssteg aufbauen, bitte? Danke. Ich habe die Tür schon aufgemacht. Johan van Mark, ik doe hier zo een deur open, daar wil ik de evacuatietrein hebben staan over. Kan deze deur open? Ja, dat is goed. Johan voor Johan. Op de plek waar ik zo de deur open, zou jij dan een evacuatietrap van onszelf neer willen zetten over? Ja, ik begrijp het. Samen met het treinpersoneel wordt de evacuatietrap uit de trein klaargemaakt zodat de reizigers geëvacueerd kunnen worden. Kunnen wij jouw kant op komen? Ja, je mag deze kant op komen. Dan mag je stoppen bij 16 of 106.6. Ik laat hier de reizigers uitstappen en dan via het schouwpad de evacuatietrein instappen. Over. Ja, is begrepen. Wat ik wil doen. Hier alvast een groep maken, want dit gaat wel even duren. Zetten we ze even daar neer en dan laten we ze zo overstappen. Hey. Spreken jullie Nederlands? Een beetje. We gaan beginnen met evacueren. Reizigers mogen eruit. Yeah. Hier achterwaarts uitstappen, vang ik ze daar even op. Ja? Ja. Also van vorne aanvangen. Oké. Okay. Ik kan hier even aan de overkant wachten, ja. Maar dan ben je in ieder geval buiten. Ja. Bijna beneden. Ja, we zijn gestart met evacueren. Hoi. Ja, 3, 2 en beneden. David Hasselhoff. Freedom. Johan. Ja.
Hallo. Sembre. Zo. Oh, ik ben ik heb inmiddels overgenomen de kant van Michel. Hey, hey. Ik heb hem nog gezet, wat heel incident komen. Johan, Jeroen, nog 20 naar 30 reizen zo. Ja, dat is correct, dat wilde ik net doorgeven. Was er nog in de trein, hoor? Ja, dat gaat nog wel passen in die evacuatietrein. Zo, evacuatie is afgerond, deuren mag je sluiten. Ja. Dan mag je de treiningsleider bellen. Ja. Ja. Jongen, Johan, hallo. En breek. Ja, jongen, ik heb trein aan de lijn. Als de machinist zich opgeeft, dan mag die volgens mij betreft betrekken naar Annemore. Wat is die nu aan het doen? Hij is wat laat de trein vertrokken. Bedankt voor het kijken naar deze video. Naar aanleiding van alle reacties heb ik geprobeerd iets minder zakelijk te praten. Doe een blauw duimpje omhoog en we zien je over 2 weken bij de volgende video.